Hi allemaal! Hoi! Dat was mooi in koor. Vandaag gaan we de Visbanger badbom van Lush uitproberen. En er staat op de verpakking Boom Bang Pats, een bad vol vuurwerk, geel en blauw schuim. Geel en blauw schuim met de geuren van appel en kaneel. Ik ga hem nu uit de verpakking halen. Ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet. Ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet. Ik had deze zelf niet gekozen. Het was een tip van een van onze kijkers, want ze zei, er komt een verrassing uit deze badkamer. Oeh. Ja. Dat wist ik niet. Maar ik hou van verrassingen. Ik ook. Hij is heel mooi geel. Mijn dochter van 9 zegt dat ze de badbom veel spectaculairder had verwacht. Wat had je verwacht dan? Dat het een soort van intergalactic zou zijn, omdat ze het over vuurwerk hadden. De kleuren bedoel je? Ja. Maar wie weet wat er gaat gebeuren als we deze badbom in het bad gooien. Ja. Iedereen er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Wow. Nou, ik vind het nog rustig. Ik vind het echt. Ik dacht dat hij meteen heel erg zou gaan bruisen. Ik had verwacht dat het gelijk alles geel ging worden. Maar ja, het gaat toch wel snel hoor. Ik vind het een beetje kijk. Ik vind het cool dat het cool schuimig is. Zo dat het heel dik is. Het lijkt erop dat, hij nu meer begint te bruisen. En even kijken of je het kan zien. Dit is het bad. Dus ongeveer meer dan de helft is nu geel gekleurd. Ik vind het weer groen. Ja, groen-geel. Het ruikt lekker. Waar ruikt het naar? Appel met kaneel. Appel met kaneel. Volgens mij komt er een andere kleur bij. Toch? Groen. Blauw? Groen-blauw. Turquoise. Ja, toch? Daar rechts? Hij is heel stil, vind ik, deze badbom. Ik had verwacht dat er misschien, omdat ze het over vuurwerk hadden... Knetter. Ja, dat je dan ook van die knettertjes hoort. Maar, wie weet wat er nog gaat komen. De geur doet me heel erg denken aan de herfst. Het doet me ook een beetje denken aan citroen. Nu begint er toch wel wat te gebeuren hoor. Meer bellen, meer blauw en iets meer geluid. Dit is mooi. Er staat toch zo'n verrassing in? Ja, dat weet ik niet. Dat zei iemand ik zie daar iets roze. In een reactie onder onze video's. Iets roze? Aha, dat is de verrassing. Dat papiertje gaan we zo meteen wat beter bekijken. Eerst nog even wachten tot de badbom helemaal is uitgebruist of is opgelost. Oh, hij breekt in twee. Wow. Grote bel, zeg daar. En hij knakte. Weet je waar het me ook wel een beetje aan doet denken? Nee. Aan twee spiegeleitjes. Weet je wat een spiegelei is? Nee. Een gebakken ei in een pan met in het midden zo'n geel rondje. Is een spiegelei een ei waar je jezelf in kan zien? Hier zien jullie het briefje van dichtbij in beeld. Helaas kan je... Kijk, oh, wat jammer. Nu is het nog erger. Ja, ik wilde dus laten zien dat je de tekst kan wegvegen met je duim. Maar er stond bang. B-A-N-G. En mijn dochtertje van 5 vroeg net of het een tattoo is. Nou, dat is het dus duidelijk niet. Ik denk dat het gewoon is om het weg te vegen. Om wat weg te vegen? De letters. Nee, dit is gewoon het grapje wat in de bruisbal zit. Alleen, had ik dan toch verwacht, gehoopt, laat ik het zo zeggen. Ik had gehoopt dat er dan meer geluid in de badbom zou zitten. Dit is het allerlaatste stukje. Want die andere is al opgelost en de meiden kunnen niet wachten om in bad te gaan. Dus ik ga het filmen nu stoppen. Ik zal nog even het hele bad laten zien. En ik hoop dat het overkomt in de video. Het is groen-geel. Meer groen dan geel eigenlijk, hè? Dat komt natuurlijk door het blauw, omdat er blauw bij is gekomen. Denk ik. Ik zeg ook maar wat. Ik vind het mooi neongroen. Het is een mooie kleur groen, zeker. Het bad was heel lekker en je huid wordt er echt heel erg zacht van.
En zoals jullie zien, laat het badwater geen kleur achter in het bad. Ik hoop dat jullie iets aan deze video gehad hebben. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!